Nou jongens, we zijn er! We made it! Yes! Parabajo, para arriba, para abajo. Mijn ass is best wel rond. Ik verdien trofee. Ik kan hem zakken naar de grond. Word ik dan jouw bee? Bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn ass is best wel rond. Jongens, welkom bij een nieuwe video. En we zijn... Jeetje, wat heb jij? Corona. Corona, joh. Corona brengen. Welkom bij een nieuwe video. De Surinaamse variant. We zijn op Schiphol. We zijn vijf uur van tevoren hier. 4 uur opgestaan. Ja. We staan nu in de rij. En we gaan naar... Curaçao. De virus in Suriname. De virus zit de hele tijd te zeuren in de Curaçao wel. Dus als je wil gaan, dan moet je nu even snel... Naar een andere gate. Gaat december af. Ja. Wij toch? Of alleen nee, jij? Wil je ook mee? Nee, ik ga. Kunnen, jij gaat met mij goed, mee. Ja. De mensen hebben nog nooit de camera achter. Ja, nu gaan we wachten. Heel lang wachten. 5 uur wachten. Ik zeg even 5 uur later. 5 uur later. Nou, we zijn er doorheen hoor. Hele gezeik. Want ja. Je mag dus niet met een herstelbewijs, tenzij je negatieve test laat zien. Of positief. Nee, je positieve test. Dus dat had ik gedaan. En de virus koffer die was niet betaald, dus die moesten ook nog betalen. Nou, we zijn nog niet eens in Suriname. Hij was nog niet betaald. Nou, wat dan? Dat klinkt het alsof het logisch is, maar ik had een kleine koffertje. Alleen wat gewoon handbagage is. Maar zij zei dat het geen handbagage was, dus moest ik 100 euro betalen. Dat is het van. 85, niet gek hoor. Ja, 185 is hetzelfde. Gaan we ontbijtje doen? Ontbijtje? Dat is niet lekker hier, man. Ik vind die croissant wel lekker. Croissant met Nutella. Ja. Gadverdamme. Is kapot lekker hoor. Is goed. Die Nutella is niet... Nou, laat hem maar. Oké, een moeilijke keus. Nou, dan gaan we dan Mackie. Ik heb nog nooit zo vroeg McDonald's gegeten. Nou, echt half 7, wanneer dan? Altijd als wij vliegen eten met McDonald's. Omdat ja, maar we zijn nooit half 7 op vliegveld. Jawel hoor, we hebben ook vaak s'nachts gevlogen. Normale mensen drinken of... Hé, ik zie ook veel mensen hun eigen eten meevoeren. Dat is misschien ook een goed. Ja, eigen eten meevoeren. Volgende keer maak je gewoon lekkere tacos. Of iets met rijst, dit. Zo, dankjewel hoor. Weet je wat ik echt jammer vind, jongens? Dat je gewoon niet echt een super lekkere eettent hebt op Schiphol. Ja, gewoon een beetje gezond. Ja, want je hebt letterlijk alleen McDonald's, je hebt Starbucks en een of andere uitgedroogde bakkerij. We gingen net naar beneden en er stond een hele rij. Maar die broodjes die zagen er echt uit alsof ze uit de prehistorie kwamen, helemaal uitgedroogd. En ja, misschien vind jij me niet grappig, maar er zijn genoeg mensen die me wel grappig vinden. Dus. Ik ben wel benieuwd. Als je een oproep doet, jongens in de comments laat weten. Jij denkt dat je grappig bent, maar niemand lacht om jou. Zitten we nu bij de gate. Ik hoop echt dat ik de hele vlucht kan slapen, want we waren hier echt vroeg. En ik ben echt kapot. Kapot, kapot, kapot. Ik heb er echt zin in. Zin om naar Suriname te gaan. Mijn baas heeft me net een bericht. Heb je er zin in? De vier heeft trouwens ook familie in Suriname. Hij heeft daar neefjes. Dus die gaan we ook opzoeken. Als we geland zijn, komen mijn oom en mijn nichtje ons halen. Dan gaan we naar het... we hebben de villa geboekt. We gaan dan onze spullen in de villa zetten en dan gaan we gelijk door naar mijn oma. Die heb ik echt al iets van 6 jaar niet gezien. Kapot lang. Nou, het heeft even geduurd. We zijn er eindelijk. Ja. Nu de gate in. Ja. De gate, het vliegtuig in. Wat? Het gaat nog wel even duren, jongens. Ja. Ik hoop echt niet. Weet je wat ik echt niet hoop? Nou. Dat zeg maar irritant persoon naast mij zit. Ja, dat ben ik.
Nee, maar aan de andere kant. Want ik zit in het midden. Ik heb mezelf opgeofferd. Mm. Ik heb voor jou de raamkant gedaan. Voor de eerste keer. Ja, meestal met... zit jij bij de raam. Ja. Free up all my niggas from Achilles scene. Carol, I'm a racing in the lamp truck. If you're gang, say you're loyal, throw your hands up. This the easy in the band, my red left and toes. What's that young rich niggas at the band, oh yeah. Oh, 70 uurtjes zijn we er. Nou, wat een rit was dit hoor. Groningen. We zijn bij Ruin Groningen. Oh, nou, ze hebben toch niet voor opgeschoten? Nee. Nou, jongens, we zijn er! We made it. Yes! Oh, het is hier zo lekker warm. Echt een verschil met Nederland. Weet je, het voelt alsof we gewoon in een sauna staan. Maar die luchtvochtigheid is ook heel hoog. Inderdaad. Nou, we gaan nu inchecken en mijn oom en nicht zijn er al. We zijn nu aan het wachten op onze koffer. We zijn eindelijk door de paspoortcontrole heen. Het duurde echt iets om een uur of zo zonder daar. En dan zijn we eindelijk klaar. Kunnen we eindelijk van het vliegveld weg? Ik heb echt zin om naar ons resort te gaan. Man. Ja, hè? Wauw. Jongens, jullie gaan schrikken. Nou jongens, we zijn door mijn oom opgehaald. Hij Gino, hij is een vrijgezel. Hij zoekt een mooie vrouw. Hij zoekt een mooie vrouw. Maar ze moet wel goed vermogen zijn. Jongens, ik ben overgestapt met mijn knappe nichtjes in de auto. Dit is Benee. Dit is Silly. Hi, die kennen jullie nog wel. Je mag gewoon eens goed zetten. Hij is low. We gaan nu naar die villa. Even omkleden, even mijn hoofd fixen. Want we zijn al meer dan 13, 14 uur onderweg, jongens. Mijn auto klopt ook echt totaal niet. Bitch, you know we love we fucking thotties on the mess. Familiebedrijf. En wat is het bedrijf dan? Oh ja, F13. Panza Machine Shop, Panza Industries en haar Panza Sons. That's how we get extra money. Money and help. Nice and slow. Nou jongens, we zijn in onze villa. Dit is niet voor kleine jongens dit. Ik ga jullie even een tour geven. Nou, ja. Dit is onze slaapkamer. Is alweer ontploft. Ja. We gaan straks de kleren erin doen. Dit is de badkamer. Net even snel gedoucht. Dit is de woonkamer. En hier buiten heb je een hele dikke zwembad. Nou, we gaan nu even opschieten. Want mijn tante heeft bami gemaakt. Oh, ik heb echt zoveel honger. En het vliegtuig eten was ook echt om te kotsen. Dus we gaan nu even snel mijn benen insmeren. En dan gaan we naar mijn tante en oma, want die wonen op dezelfde blok. Dit is mijn knappe nichtje, Maunie. Wacht, ik ga die video nu zoeken. Hey, ga je me leren koken? Want ik kan echt niet koken, man. Ik kan niet Surinaams koken. Ik kan wel gewoon normale dingen. Maar ik wil echt zoute soep leren maken. Bami. Mm. En gewoon goede roti. Wat? Goede roti. Roti? Nee. Die roti zelf gaan wij niet kunnen leren maken. De roti maken we niet zelf. Wij zelf kunnen nog een roti gaan maken. Mm. Maar die kan je koken. Ik heb een van mijn moeder. Ja? Ja. Als ik mijn moeder vraag om iets, om me iets te laten zien, dan maakt ze tjoeren in. Zegt ze even, vond het nu niet hoor. Wel? Ik ga eerlijk maar dit soort dingen ben ik altijd bang. Ja. Kijk jongens, dit is mijn mooie neefje. Hij is op zoek naar een mooie dame. Ja, mooie dame met veel geld. Ja, en jongens, goed nieuws. Hij komt binnenkort naar Nederland. Dus iedereen die hem wilt hebben, hij is binnenkort te vinden in Nederland. Maar doe het wel veilig. Ik heb mijn lesjes nog niet gedaan, man. Nou, wordt goed voor ons gezorgd. Oh.
Ah, kijk, echt gewoon. Ik wou hem net pakken, man. Yeah. Kijk, jongens, dit is trouwens mijn tante. Ja, dag Larry. Capicro. Kijk, dit is Wanne en de Vino. Kijk, hallo. Wow. Capicro. Nu mis ik wel de vogels. Hallo. Dag Larry. Inbosie. Ah. Inbosie. Nog een bosie. Hier naar inbosie. Inbosie? Nog een inbosie? Ah, wat lief. Nu papa. Hey. Oké, nu mag. Nou, we waren net even gezellig langs bij mijn oma, opa, tantes. We gaan nu terug naar onze villa. Gewoon bij die villa. Ja, we gaan eventjes in de jacuzzi even bijkomen, klaarmaken. En dan in de avond gaan we naar de Vio's en neefjes. We zijn nu bij de grote patron in de auto, mijn oom Gino. Spelen. Grote speler met Astos bril. Wauw! Wacht, die boodschappen liggen nog bij dingen in de auto. Wassily. Ja. Nou, goed dat je het nu zegt. Ja, maar hij heeft toevallig net naar buiten. Ik weet dat je zei tegen mij, ik ga dingen halen voor in de koelkast en je kwam letterlijk met één fles Ja, maar weet je waarom? Omdat ze hier hebben ze niks. Hè. Ze hebben alleen een paar, ze hebben geen snoep, chips. Oh ja. Wow. Zag je die mensen kijken in die auto? Nee. Ze maakten bijna een ongeluk. Ja. Daar, die derde. Wat mooi. Nou, we zijn weer terug bij onze villa en ik had het net niet heel goed gefilmd, dus ik ga nu even goed voor jullie filmen en ik ga jullie lekker meenemen. Vio heeft de sleutel voor de poort. Oom gaat nu weg, hij heeft ons even gedropt. Jullie meenemen aan de villa. In de beschrijving zet ik trouwens alle informatie over het verblijf en zo voor de mensen die het graag wilden weten. Je hebt hier dus gedeelde huizen. Alleen het is hier niet heel druk. Je hebt een lekker zwembadje. Hier heb je een jacuzzi. En hier de cocktailbar. Super gezellig. Ja. Zo gaat het rolluik open. Dit is ons appartementje. Mooi. Super mooi. Je hebt ook per ongeluk die open gedaan. Ja. Is het water wel warm? Ja, het is warm. Zo. Nee, het is koud. Kan niet, het is niet koud. Het is niet koud. Het water is koud, hè? Het is goed warm. Als het goed is, gaat over 1 minuut de verlichting aan. En de verlichting hier is zo pretty. Even kijken. Ja, het staat om 7 uur gaat het licht aan. Het is nu 59. Dan is het helemaal paars. Hier, kijk deze view, jongens. Kijk deze view. Ja, ik vind deze villa echt top. Voor de prijs wat je betaalt krijg je echt super veel. Ik heb, dit is trouwens geen samenwerking. Ik heb volgens mij 110 of 120 euro per nacht betaald. En ja, je krijgt gewoon echt een hele woonhuis erbij. Alleen wat ik wel een beetje angstaanjagend vond. Even kijken hoe gaat het licht aan. Wie zijn deze mensen? Het lijkt alsof ik in iemand zijn huis ben die, ik weet niet, een beetje heel eng die foto's. Nou, dat is het eigenlijk. Hey jongens, de lucht is aan. Kijk, mooi. We zijn net in de jacuzzi geweest en in het zwembad, was echt super lekker. En Davio die heeft alweer honger, terwijl we echt een paar uur geleden bami hebben gegeten. Maar zwembad. Wat zei hij eigenlijk? Wat ik zei.
Ik zei dat je dikke worst in je oor wilt. Nee, dat jij een dikke worst hebt, people. En ik had geen tijd om make-up op te doen, dus ik heb mijn lipliner opgedaan van Sunglaze. Dit is Emo Girl met de lipgloss in Casper erop. Wat sexy. Wat een ding ben jij? Oh, je bent echt annoying. En we gaan nu even wat eten met de video's neefje. Want die andere is, ik ken sigaret als 80, bro. Ja? Ik ken het niet als 90. Maar jij roept misschien die andere, kijk deze. Nou, we zitten nu in de auto bij de video's neefje. Ja. Waar gaan we eten? Koffiebox. Koffiebox. We gaan geen koffiebox. Waar is dat? Gewoon in de stad, toch? Is, waar is dat ook alweer? We moeten even nadenken. Paramaribo. Paramaribo, hey! Het is gewoon Paramaribo, ja, man. Nee, het is in de buurt van Hermitage, man. Oh, oké, daar is het. Nou jongens, we zijn nu bij de koffiebox. Het zag er wel echt lekker uit. Ja, maar ik had zoveel honger dat ik gewoon vergeten ben het eten te filmen. Kijk, dit vind ik nou zonde, hap. Nee, ik zit echt vol. Daar komt de trein. Tjoeke, 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 tjoeke. Laatste hap. Luister nou, anders ga je gelijk naar bed thuis. Hup. 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 Anders ga je gelijk naar bed, hè? Ja, je gooit allemaal kaas om me, Gio. Nou, we zijn nu uitgegeten. We gaan starten van een koffiebar. Wauw. En dan zit onze eerste dag gewoon weer op. Ja, het was een hele lange dag. Ja. We hebben ook echt maar 3 uurtjes geslapen van de 24 uur volgens mij weer bijna. En morgen gaan we ook weer vroeg. Ik viel echt aan mijn ogen. Morgen gaan we gewoon lekker op het strand liggen. Ja? Oh ja, dat is geen strand. Ik bedoel, op het bed zwemmen. Die tas halen. En hoeveel shotjes ga je zo meteen doen? Gewoon een paar shotjes. Een paar shotjes. We zullen gelijk naar boven gaan. Ik denk als ik 2 shotjes doe, dat ik al klaar ben voor vandaag. Ik denk dat ik ook geen shotje aan kan doen. Gaan we dat skippen? Weten we nu wel goed hebben uitgeslapen? Beter morgen, man. Ik wil ook gewoon lekker op bed liggen en slapen. Nou, we gaan eindelijk slapen. We zijn al meer dan 24 uur op. Het is nu bijna 12 uur, dus dat betekent 5 uur 's ochtends in Nederland. En we waren om 3 uur wakker voordat we naar Suriname gingen. Dus we zijn 26 uur al wakker en we gaan nu slapen. Maar we zitten wel gelijk in het ritme, dus hopelijk worden we morgen gewoon lekker wakker. Nou, dit was de vlog van de eerste dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En morgen komt er weer een nieuwe video. Oh, maar wacht. Arriba, arriba. Parabajo. Parariba. Parabajo. Zo.